Welkom bij de tweede podcastaflevering van Creatives Collective, een nieuw online platform door en voor Nederlandse creatives. In deze aflevering praten we met Roy de Ruiter. Roy loopt al een aardige tijd mee binnen het videovak. Zo is hij ooit begonnen bij Spinning Records, waar hij op pad ging met onder andere Martin Garrix. En staat hij nu op het punt om live te gaan met niet één, maar twee nieuwe ondernemingen. Wil je weten welke projecten dit zijn en hoe jij er mogelijk geld mee kan verdienen? Roy vertelt het je allemaal in deze aflevering van de Creatives Collective podcast. We zijn weer, de Creatives Collective podcast, episode 2 inmiddels. We zijn vandaag met Roy de Ruiter. Roy, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja. Wij weten het een en ander van jou, maar de mensen die kijken of luisteren natuurlijk nog niet. Wat doe je precies? Vertel eens wat over jezelf als je wil. Ik ben videomaker, / droompiloot, dus ROC Light licentie. Vertel, wat is dat? Want ik denk dat de helft van de mensen die kijken misschien geen idee hebben wat een ROC Light diploma is. Bij drone heb je twee verschillende licenties. Je hebt ROC Light, dat is een iets goedkopere, iets simpelere versie. Je hebt de volledige ROC. Volledige ROC diploma, ben je zo 10.000 euro aan kwijt en is wel wat meer studeren, wat meer papierwerk. Dus daar had ik niet zo'n zin in. Dat snap ik helemaal. Grijpelijk, maar. Ja. Maar, dus ik heb bij de ROC Light gehouden, dan moet je wel buiten de no-fly zones houden en zit je aan wel heel wat regels vast. Dus, cool. Okay. En verder, je hebt je ROC Light. Ja, ik maak video's, veel corporate dingen, dus events, bedrijfsfeesten, ook videoclipjes, dat soort dingen. En is dit ook hoe je begonnen bent als dronepiloot of freelance filmmaker? Nee, ik heb een studie gedaan in Amerika van een jaartje, samen met een vriend van mij. En toen daarna ben ik eigenlijk gelijk begonnen met video's maken voor Spinning Records. Was dat film gerelateerd ook, die studie of die opleiding? Ja. Okay. Ja, het was eigenlijk gewoon een jaar college en dan alleen maar filmvakken. Dus het was voornamelijk feesten en zuipen en surfen. Klinkt als één grote gezellige. Ja, klinkt als een 3,5 dagjes les. Mijn droom, ja. Kan ik ook nog even naar filmschool in Amerika. Ja. Straks na de aflevering even de contact gegeven. Ja, precies. dat was een heel tof jaar. Daarna naar Spinning Records gegaan. Daar video's gemaakt, videoclips, aftermovies, dat soort dingen. Spinning Records was in de DJ? Ja. Dus veel met DJ's op pad. En ook gewoon echt zeg maar behind the scenes dingen met ze echt mee on tour, zeg maar. Dat soort dingen. Ja. Vet. Wat voor DJ's heb je allemaal voor de landschap? Tony Junior, Martin Garrix, Armin van Buuren. Ja, dat soort Zegt dat heel nonchalant. Ja, zeggen dat ze een kleine springplan komt te hebben volgens mij, of niet? Ja, dat is wel lang geleden al inmiddels. Dat is 2014 of zo. Oké. Okay. Ja, als het op je cv staat, staat het op je cv. Precies. Ja, maar ja, je kijkt altijd terug naar video's van 4 jaar geleden, weet je wel. Inmiddels kan je het iets beter. Dus. Maar hoe is het om voor zo'n partij te schieten dan? Heb je dan keiharde regels of dingen waar je aan moet houden? Ik bedoel, ik neem aan dat Spinning Records wel wat te zeggen heeft. Of is het volledig je eigen draai? Hoe werkt zoiets? Nou, ik was daar eigenlijk de enige video guy. Dus dus werd best wel vrijgelaten als het maar gewoon vet uitzag. Dus dat was heel tof. Ik legde die druk ook wel een beetje op mezelf neer, denk ik. Mm-hmm. Want je maakt video's die miljoenen keren bekeken worden. Dus ik had ook voor mezelf zoiets van, ik moet elk moment pakken. Weet je, als de MC daar een microfoon in de lucht gooide en ik was aan de andere kant iets anders aan het filmen, dan kon ik daar echt van balen dat ik daar niet was. Maar ja, goed, dat is nou helemaal zo. Ja, dus, dat is het nadeel natuurlijk als je in je eentje moet draaien. One man show. Maar had je wel op een gegeven moment ook de kooit maken om te zeggen van ja, jongens, we hebben echt nog iemand extra nodig. Of ik heb een bekende, misschien die vriend van je die mee in Amerika was. Zijn jullie met z'n twee ook op een gegeven moment bij Spinning terechtgekomen? Nee. Hij heeft een eigen productie. Hij is met zijn broer samen. Oké. Okay. Ja, in de Mos. Ja. Maar uiteindelijk was je dus nog steeds in je eentje bij Spinning. Ja, ben ik daarna gaan freelancen. Ja. En toen na het freelancen, toen ben ik bij Sunup Group terechtgekomen. Dus alle reisorganisaties. Top. Hey, en over klussen gesproken, heb je nog bepaalde projecten wat je nu misschien nog niet doet, waarvan je zegt, dit is voor mij echt een droom client of een droomproject om te draaien? Nou, dat weet ik niet zo. Het is niet dat ik één ding nu per se heb. Ik vind het wel heel vet om te dronen tegenwoordig. Dat is wel echt een passiedingetje geworden. Dus
ik ben nu ook mijn eigen website ervoor aan het bouwen. Dus me echt neer aan het zetten als droompiloot. Samen met andere piloten ook wel. Om me meer te specialiseren daarop. Wat is een beetje de opzet zeg maar, van de website en van... We gaan eigenlijk gewoon droombeelden, droompiloten verhuren. En dan op allerlei verschillende manieren. Dus foto, video, 360 graden video, VR, dat soort dingen. Vet. Ja, dat is wel een ding waar veel vraag naar is natuurlijk de laatste jaren. Eigenlijk een groeiende vraag. Ja, maar steeds meer, ja. Mensen zien het steeds meer, mensen willen het. Ja. Ja. Dus als ik het goed begrijp, het gaat niet om stokvoeders, het gaat echt om droompiloten aan kunnen bieden. Ja, ben ook bezig met een andere website, stokvideo. Ook, ja. Ondernemend type. Wel. Ja. Dus ik heb toen ik voor mezelf begon, anderhalf jaar geleden, heb ik gezegd van ik ga eerste jaar ga gewoon kijken wat ik leuk vind. Mm-hmm. En ga gewoon alles aannemen. Dus ik heb echt gewoon, ik ben echt een videosletje geweest een jaar. Dat klinkt ook herkenbaar. Ja. Die gaat wel in het woordenboek hoor, videosletje. Ja, kunnen we allemaal. Ja. Dus ik heb gewoon van alles gedaan en ik heb toen ook de tijd gehad. Want ja, ik kon geen klanten meenemen uit mijn oude werk. Dus ik heb ook gewoon de tijd gehad om een beetje te oriënteren van wat vind ik leuk en daar ga ik me op verdiepen. En dat heb ik bij drone iets meer gehad. Dus ik ben me daarop wat meer dingen over gaan leren. En zo eigenlijk tot de conclusie gekomen van oké, ik moet hier even een aparte website voor maken. Dat ik echt een soort van specialist ben daarin dan. Mm-hmm. En toen heb ik met mijn websitebouwer, zat ik in gesprek. Ik zeg, hoe moeilijk is het om beelden te verkopen binnen die website of een aparte website daarvoor te maken. En daar hebben we even over zitten sparren. En hij vond het een heel vet idee. Dus dat zijn we nu met z'n tweeën een beetje aan het oppakken. Dat is niet makkelijk, want het is... Er komt echt allemaal dingen aan van waar sla je die dingen op, weet je, de regelgeving, mag ik zomaar een gebouw filmen bijvoorbeeld en dat doorverkopen, gewoon allemaal van die vragen waar we nu even tegenaan lopen, maar dat is leuk om uit te zoeken. Want was je hiervoor zelf ook veel bezig met stokvideo? Nee, dat ben ik eigenlijk een beetje net gaan uitproberen. Ik heb nu 40 shots online staan of zo. Oké. En waar heb je dat dan? Want ik hoor steeds meer nieuwe dingen. Ik hoor ook heel veel mensen over Blackbox. Dus ook ja, Blackbox heb ik, heb ik het opgezet. Ja. Dat zijn 40 shots. En ik heb daaruit in 4 maanden heb ik daaruit 4 sales gehaald. Oh echt? Dat is best wel netjes toch? Ik weet niet wat het gemiddelde is. Dus... Even voor de leken, zeg maar. Want ik weet bijvoorbeeld niet wat Blackbox is. Kunnen jullie mij even bijspijkeren in een paar zinnen? 3 zinnen, 4 zinnen? Ik denk dat Roy dat heel goed kan. Nee, je hebt alle verschillende stokwebsites. Ik ken Shutterstock bijvoorbeeld, ken ik wel. Ja, precies. En Vato. Ja, en Blackbox, wat die doet. Ik weet niet naar welke stokwebsites die het weer verspreidt. Volgens mij gewoon de meest populaire, toch? Ja. Een handjevol. 4 of 5 van de meest populaire stoksites. Ja. Weet je wat wij doen met Anchor, zeg maar, voor onze... podcast. Ja, dus, dus volgens mij pakken zij net iets meer marge, maar de kans om het te verkopen is vele maten groot. Ja. Omdat je anders bij al die verschillende websites het allemaal moet droppen. Ja, en de gemak dient de mens, zeg maar. Precies, dus, daarom. Eén keer uploaden en klaar. Ja, top. Dat vooral, want ik merk, zeg maar, ik doe het dus niet zo vaak omdat ik helemaal gek word van al die titels en al die tags toevoegen aan elke video. Precies. Maar Blackbox doe je 1 keer een upload en die verspreidt dus naar al die verschillende platformen. Maar anders moet je dus voor al die websites, je kan copy-pasten, maar het blijft gewoon... Ja, een uur bezig of zo, 2 uur bezig met het uploaden alleen, ja. En ik heb wel een goede site gevonden voor die keywords trouwens. Ja? Ja, dan doe je 3 keywords in of zo en dan krijg je gewoon een lijst van 50 woorden die echt gewoon goed matchen. Echt? Wat zeg je nu? Ik heb gisteren toevallig iemand gevraagd of hij mijn metadata kan doen voor een 20% cut. Dus misschien moet ik me toch even bedenken. Even terughalen. Ja. Ja. En welke site is dat? Of is dat top secret? Het staat tussen mijn favorieten, dus dan zou ik je nog even doorsturen. Ja, cool. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja. Nice. Dus, en heb je enig idee wanneer dat platform gelaunched wordt voor de stokbeelden? Dat is een site waar je niet volgende week klaar is. We zijn er weer bezig. We proberen eind volgende maand gewoon echt een betere versie klaar te hebben. Zodat we even wat mensen kunnen laten zien en zo. En ik ben nu als een gek al die shots aan het exporteren en graden en alles. Ja, ergens vind ik dat ook wel een grappige discussie. Want ik zat laatst te denken, ergens, weet je, ik heb die harde schijven liggen. De footage ligt er toch op. Dus of ik er nou wat mee doe of niet. Aan de andere kant denk ik, ja,
de kans dat je een sale maakt is volgens mij niet super groot, want er zijn duizenden mensen die het doen. Ja. Plus die zoekresultaten moeten ook precies goed aligned zijn. Ik heb het idee dat je ook heel erg op de nieuwsdingen moet inspringen, zeg maar. Ja, dat zeker. Zeker. Ja, dus als, als het WK is in Brazilië, precies, en dat, je hebt een Braziliaanse vlag, ja, dan ga je... Die video heb ik gezien. Ja, precies. Dat was ook juist een random guy op YouTube die gewoon even ging vertellen. Ja, ik dacht, weet je wat, gewoon een heel schermvullende Braziliaanse vlag. Maakte die mad geld mee. Gewoon. Ja. Dacht, hey, dit is wel, Google Trends in de gaten houden. What's happening. Ja. Dat is wel komisch, ja. Ja, ik denk dat je het wel slim moet aanpakken. Maar droneforders werkt volgens mij ook wel goed, hoor. Ja, en met stokdingen heb ik het... Ik ben zelf een beetje zelfkritisch, zeg maar. Dus ik vraag me altijd af van, ja, kan ik het... Weet je, is het stokfoodage waardig of zo? Bijvoorbeeld moet je wel echt heel stabiele beelden hebben. Gewoon, kijk, dat is de reden ook een beetje waarom... Ik had toen online had ik een video gepost op Videomattie. En toen uit die post kreeg ik echt een paar vragen van, joh, verkoop je dit? Dus toen heb ik een aantal mensen heb ik wat beelden verkocht. En toen kwam... Ja, toen bedacht ik me van, oké, moet ik dit niet meer gaan doen dan? Dus toen is het een beetje begonnen. Wat voor soort shot was dat dan? Shots van Nederland. Dus gewoon typisch een weilandje, molen, dat soort dingen. Dus het blijkbaar vraag maar. Je woont hier gewoon bij een... Good to know, ja. Money pit. Dus, money pit, hoor. Ja, we willen het gewoon net iets anders gaan aanpakken. We willen het echt voor de videomakers gaan doen. Dus we willen de beelden gegraden en ungraded willen we ze aanleveren. 4K, ProRes, lange shots, stabiele shots. Weet je wel? Dat je, soms kijken we op Shutterstock of zo en dan zie je een dronebeeld en dan gaat het. Weet je wel? Ja, dat wil je niet als en dan afvragen waarom je beelden niet verkopen, weet je wel? Ja. Maar je hebt toch warp stabilizer? Nee. En dat grade, is dat iets wat je zelf ook veel doet voor Blackbox, zeg maar? Want ik merk dat je kan graden tot een bepaald niveau, maar volgens mij moet je ook niet te veel gaan. Nee, bij stock footage moet je het gewoon vrij neutraal houden, inderdaad. Ja. En een van je andere projecten, draag je steentje bij. Kan je er wat meer over vertellen? Super interessant. Dat gaat eigenlijk een beetje over het bewust maken voor mensen over klimaatverandering. Nederland is natuurlijk, ligt de helft ongeveer onder de zeespiegel. Wat ons erg kwetsbaar maakt voor klimaatverandering. Daarnaast zijn we gewoon een hoog ontwikkeld, technologisch ontwikkeld land. We hebben een goed draaiende economie. Dus je zou denken dat wij de koploper zijn in het hele verhaal. Maar niets is minder waar. Wij stoten 3 keer zoveel CO2 uit als de gemiddelde wereldburger. En van alle energie die we verbruiken is maar 6% duurzaam. En daar moeten we gewoon nog heel veel aan doen. Weet je ook wat dan een van de bronnen is van CO2 die we uitstoten? Is dat dan de landbouw, zeg maar? Of de boerenbedrijven? Dat hoor je dan wel eens. Hè? Van, ja, dat is dan de grootste, of een van de grotere... Ja, de precieze cijfers weet ik allemaal niet. Ja. Dit is wat ik net zeg, dat weet ik. En ik weet dat als we zo doorgaan, dat het gewoon een foute boel is over 20, 30 jaar. Ja. Weet je, we zijn in Nederland zijn we best wel dicht bevolkt. Dus als je een windmolen ergens neerknalt, dan is er altijd wel iemand die gaat zeiken. Ja. En sterker nog, er is een laatste gewoon een heel grote groep die... ze wouden dus een windmolenpark kilometers buiten de kust wouden ze plaatsen. En die mensen die zagen dat niet zitten. En die waren daar even een stukje voor gestoken, omdat hun uitzicht op een dagje strand uit werd verpest. En dan denk ik bij mezelf, die mensen die moeten toch ook kinderen hebben? Die willen toch ook gewoon een goede toekomst voor hun kinderen? Dus die missen denk ik gewoon de kennis over van waar we nu staan en waar we heen gaan. En de regering doet dat niet. Weet je, er is gewoon totaal geen leiderschap hierin en geen voorlichting. En het medium, wat gewoon het sterkste werkt, dat is video. Dus als videomaker denk ik dan is mijn, denk ik, het beste wat ik kan doen, is gewoon mijn steentje bijdragen door middel van video's maken. Er staan nog geen kinderschoenen, want we hebben pas twee video's gemaakt. Maar we willen zeker daarmee doorgaan. Ja, even... terugkomend, je hebt een video gemaakt. Ik vind het leuk dat je zegt in kinderschoenen. Want je hebt een video gemaakt van een meisje, wat eigenlijk voor een wand staat. En die heeft wat te zeggen. En het lijkt me wel vet als we dat hierin kunnen editen, zeg maar, een stukje, als jij dat oké vindt. Tuurlijk. Draai we nu een stukje van je video. Ja. Ik zie wat jij niet ziet.
Ik zie wat jij niet wil zien. En ik zie waar jij je ogen voor sluit. Nog nooit was het zo droog in Nederland als nu. Het is namelijk de droogste maand ooit gemeten. Echt de grootste bosbranden ooit. De aardverschuiving. Zo droog. Die plotselingen overstromen. Volgens een hevige storm. Van een watertekort. Maar jij weet net als ik dat het er is. Overal sporen die niet in onze wereld horen. Hey, en is dit een project wat je alleen doet of doe je het met een groep mensen? Nou, die eerste video die heb ik eigenlijk alleen bedacht. Heb ik tekst schrijven bijgehaald en heb ik wel gewoon hulp gehad van anderen. Mm-hmm. Omdat het gewoon, ik dacht ik moet gewoon even een video hebben om anderen enthousiaster over te maken. Dus hulp gehad van een aantal anderen, toen even een oproepje gedaan. En hebben we samen gezeten met een stuk of 7 vrijwilligers. Die hebben echt wel interesse hadden ook om daaraan mee te helpen. Dus er is wel vraag naar, of tenminste vraag interesse door andere videomakers. Dus dat vind ik wel blij, was ik wel blij mee. Alleen het is wel, ja, het is lastig, want het is naast je werk. Het is vrijwillig. Ja, dat wil ik vooral even vragen. Ik denk dat vooral dat vrijwilligen lijkt me best wel lastig, want er gaat best wel heel veel tijd ook in zitten. Ja, tijd en geld. Dat is, zoals die eerste video, hebben we best wel wat geld en tijd gekost. Dat is lastig, want eigenlijk moet ik nu gewoon op zoek naar sponsoring of weet ik veel wat. Zou je niet ergens misschien ook een subsidiepot aan kunnen spreken of zo? Het is best wel een maatschappelijk project natuurlijk. Ja. Dat je daar misschien nog in aanspraak hebt. Ja, heb ik ook eventjes nagekeken, maar dat is zo'n romslomp en je moet aan dingen voldoen. En ik ben bang dat je de creatieve vrijheid ook daar een beetje bij moet inleveren. Mm-hmm. Maar dat is nog iets wat ik nog helemaal moet uitpluizen. Ja. Kijk, ik mis daar ook in gewoon kennis in. Ik ben gewoon videomaker en weet je, dat ook dat hele kanaal opzetten, dat zag ik ook eigenlijk helemaal niet zitten. Maar ik heb bij andere organisaties aangeklopt van, joh, kan ik video's voor jullie maken? Want ik wil hier mijn steentje aan bijdragen. En iedereen had zoiets van nee, wij doen het een beetje op deze en deze manier. Dus dat miste ik. Ik dacht gewoon, ja, ik wil gewoon mijn eigen ding maken. Ja. Waar ik in geloof. Dus. Ja, ik vind het wel een mooi project in ieder geval. Je kan dus ook doneren, begrijp ik. Ik had even gekeken op de website. Ja. Draag je steentje bij, punt. Nu, ja. En daar kun je gewoon even onderin in de description toevoegen. Thanks. Kunnen mensen checken. Ja, kunnen ze de video nog een keer kijken en eventueel doneren. Ja. Ja, je bent dus ook voor jezelf werk je. Hoe bereik jij nieuwe klanten, zeg maar? Of heb je gewoon een vast aantal klanten waar je altijd structureel voor werkt? Of is jouw methode? Ja, dat is lastig. Als we beginnen, ik had er echt... Toen ik 1,5 jaar geleden voor mezelf begon, toen viel ik echt even in een gat, want ik kon geen klanten meenemen. Ik wist ondertussen wel een beetje hoe je video's moest maken, maar toen had ik echt zoiets van, waar de fuck moet ik beginnen? Weet je wel, ik ben geen marketinggast, ik maak gewoon video's en that's it. Dus dat heb ik echt wel moeten leren, een beetje hoe marketing een beetje werkt. Hmm. En ondertussen heb je hulp gekregen van wat anderen en zo. Ondertussen heb ik een vaste club wel, van terugkerende klanten. Ik had ook laatst van mijn broer een hele lijst gekregen van bijvoorbeeld bestlopende eventlocaties. Ja, en dan gewoon eventjes gewoon de website checken, een beetje googlen. En daar mailtjes insturen. Daar hebben we een aantal reacties van gekregen. Mm-hmm. Een paar klussen uitgehaald, maar ik merk gewoon dat het meeste is gewoon mond-op-mond reclame. Toch wel, hè? Ja, ik merk dat bij mezelf toevallig ook, hoor. Ja. En ik merk dat het dan vaak, je hebt 1 keer die kans nodig. En als je dat project dan goed doet, zeg maar, dat het dan toch vaak wel wat terugkerend is. Is dat bij jou ook zo? Ja, het is aan het begin heb ik dus best wel wat aan mijn marketing gedaan. Tegenwoordig doe ik het eigenlijk helemaal niet meer. En wat versta je onder marketing dan? Of kan ik beter aan de marketing goeroe? Ja, ik ben benieuwd. Ja, dat is bijvoorbeeld die mailtjes waar ik het net over had. Weet je wel, af en toe iets op LinkedIn posten, dat soort dingen. En ik doe dat nu eigenlijk gewoon helemaal niet meer. Maar ik zit wel helemaal vol. Dus dat is wel geluk. Goed teken, toch? En, ja. En doe je iets met social media dan bijvoorbeeld? Of, Alleen voor het dronen eigenlijk. En dat doe ik nu gewoon onder mijn eigen naam. Okay. En volgende maand gaat het over dan met Drone Chiefs. Dat is de naam van onze nieuwe website. En dan, dus social media gaat gewoon de naam van veranderd worden.
En is dat de Drone Chiefs, is dit dan de stok waar we het over hebben? Nee. Of het verhuren van de... Nee, de stok wordt de ungraded.video. Okay. Drone Chiefs, klinkt goed. Een pakkende naam al. Thanks. Yeah. Ja. Gisteren gezeten voor het logo design met ontwerps. En de website begint nu een beetje te komen, dus dat zijn wel leuke ontwikkelingen. En is het dan ook zo bij Drone Chiefs dat je ook als dronepiloot kan aanmelden? En dan en kan zeggen van nou, ik woon in die regio, mocht er een aanvraag zijn uit die regio dan... Nee, ik heb nu een paar dronepiloten waar ik mee samenwerk. Mm-hmm. Ook ROC-piloten. Ja. Dus ik heb gewoon wel vaste kring, maar ik sta altijd open voor samenwerkingen, zeker. En dat is wat we met die stokwebsite willen gaan doen. We willen ook echt daar andere dronepiloten bij betrekken. Dus in de hoop willen de dronepiloten een eerlijke share geven. Waarschijnlijk wordt het gewoon 50-50. En we gaan kijken of het haalbaar is om ook alle metadata zelf te gaan toevoegen. Dus dat we dat uit handen nemen van de dronepiloten. Want dat is iets wat ik als dronepiloot totaal geen zin in heb. Of als videomaker. Klinkt heel herkenbaar. Want ik zei dat ik gisteren dus gewoon iemand heb toegewezen om dat voor mij ook te doen. Ik ben er niet goed in. Heel leuk vind ik het ook niet. Dus ik zou het alleen maar aanmoedigen om dat te doen. Ja. Ja, je moet vooral mensen laten doen waar ze goed in zijn. En dan krijg je mooie shit. Dat denk ik ook wel. Ja. En heb je een uiteindelijk doel voor het concept? Ik denk dat het sowieso filmmakers helpen met gewoon goede video's. Want ik denk dat als je als filmmaker gewoon even een paar drone shots ertussen wil hebben, dat het gewoon te veel gedoe is om goede shots te vinden. Of een dronepiloot in te huren, weet je, kost je ook zo €400 om even een paar drone shots te laten maken. En dat gaat ook gewoon weer tijd in zitten. Dus die makkelijkheid, we willen dus de website zo makkelijk mogelijk maken voor mensen. En gewoon ook geen tegen een goede prijs. Want ik vind $160 vind ik voor één shot van 4K, vind ik gewoon rete duur. Zijn dat de prijzen? Ja, ik wil het net aan gaan halen. Want ik vind die prijzen best wel belachelijk. Ja. Natuurlijk, ik als dronepiloot of als filmmaker wil best wel wat centjes krijgen voor mijn werk. Dat snap ik helemaal. Ja. Maar ik ga niet zo snel €160 betalen voor een 4K shot van 10 seconden. Allemaal leuk en aardig, maar dat gaat me net even een stap te ver. Wat zouden jullie een fair prijs vinden? Daar ben ik benieuwd naar. Dat is wel een goede vraag. Nou, weet je wat? Ik bereken hem lekker door. Ja, dat is het ding. Want als de klant het wil betalen, dan doe maar. Weet je wel. En, afhankelijk van de kwaliteit van het shot. Ja. En vooral toegevoegde waarde. Want het moet dus echt een uniek shot zijn die jij absoluut niet kan krijgen. Of er heel veel moeite voor moet doen. En het moet goedkoper zijn dan die moeite, zeg maar. Ja. Toch? Ja. Ik denk dat dat eigenlijk de essentie is. Ja. Ja, dan heb je natuurlijk met je licenties. En zeker als je piloot hebt die echt ROC hebben, vol ROC of ROC. Hoe spreek je het eigenlijk uit? ROC. ROC. Ja. Die kunnen op plekken komen waar veel andere mensen niet kunnen komen natuurlijk. Ja. Dat zou wel top zijn. Iets anders, schiet me iets te binnen. Want Google heeft natuurlijk onlangs ook een bepaalde functie losgelaten. Ik ben even de naam kwijt, maar dan kun je ook bijna... echt lijkende dronebeelden mee schieten. Google Studio, ja. Ik heb de beta-versie gedownload, nooit gebruik van gemaakt. Ben je niet een beetje bang dat die technologie zich op termijn zo gaat ontwikkelen dat dronepiloten straks geen werk meer hebben? Ja, tuurlijk gaat het wel iets mooier worden waarschijnlijk. Ik heb een vriend van mij die heeft laatst in een video van hem ook het ook gewoon gebruikt. Shots van midden in Amsterdam. Ja, als je het snel gebruikt, dan valt het eigenlijk gewoon helemaal niet op. Ja. Maar ik denk dat sowieso drones zullen altijd betere camera's hebben. En ik denk dat die technologie alleen maar zich nog veel meer gaat ontwikkelen. Ja, ik denk dat sowieso ook weer een interessante discussie is hoor. Ik denk dat wij als filmmakers dus, of als creatives gewoon echt puur moeten focussen op creativiteit. Ik zag laatst toevallig iets voorbij komen van, volgens mij was het Samsung. Was een foto en ze hielden een camera erop. En echt binnen een paar seconden hadden ze gewoon de hele mimiek van die persoon, zeg maar. Dus vanuit een foto konden ze gewoon animaties maken alsof iemand aan het praten was, van het lachen was. Ik denk, holy shit, waar gaat dit heen? Weet je? Ja, ik vind het best wel ziek hoe snel dat allemaal gaat. Het is echt bizar. Maar dan juist worden wij gepusht om nog creatiever te worden. Want de echte creatieve dingen, dat ga je met die technologieën nog niet maken, denk ik. Nee. Maar ik vind het ook wel bizar hoor. Kijk nu naar 5 à 10 jaar terug. Een drone was niet eens een ding, weet je wel? Nee. Waar het toevallig Snapchat filters en zo. En ja, gaat snel man. Ja. Al die augmented reality dingen. Waar we het net over hadden. Vette foto's schieten bij de molen. Maar iemand die is helemaal over de zeik. Want er zijn ineens zoveel drones.
Ja, tien jaar terug was dat niet eens aan de orde. Ja. Wat is een drone, bij wijze van? Ja, ja. Best wel grappig als je zo over nadenkt. Het gaat echt in een rap tempo, ja. Ja. Ja, ik ben zelf heel benieuwd hoe het gaat met Google Studio. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Een vriend van mij heeft het wel uitgepuzzeld dan, maar ze zeggen dat het best wel simpel is. Ja. Ik las trouwens in Canada, kwam ik laatst een video tegen. Weet wat je gaat zeggen. Daar dronen is echt nu gewoon bijna niet meer te doen. Ja, ja. Het is 5.000 of $50.000 boete of zoiets. Ik weet niet eens wat de boete is, maar ik zag een gast met een hele kaart en je moet een hele perimeter afzetten met allemaal pionnen. Je moet zelfs contact hebben met de luchthaven. Ja. Daar is het best wel streng en best wel ziek. Maar aan de andere kant, daar hebben degenen die de licentie hebben, die hebben ook echt... Gaat je value meteen omhoog. Ja, je value gaat omhoog en je respecteert gewoon de regels. En dat vind ik wel gewoon een grote waarde hebben. Want je ziet bij die Facebookgroepen van drone in Nederland. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Want het is continu gewoon allemaal gezeik op elkaar. Want de ene die vliegt allemaal binnen de no-fly zones. En die heeft complete scheid. En je ziet allemaal vogels wegvliegen, weet je. In de natuurgebieden en zo. En er lopen mensen alleen maar op de bitje. En dat is gewoon logisch. Omdat mensen die halen ROC Light of ROC... En daar steken ze tijd, moeite en geld in. En er zijn een beetje van die cowboys die het, die het compleet verneuken gewoon. Ja, en dat is ook wel, dat is wel echt de tijd waarin we nu leven. Ja. Ik vraag me ook af hoe lang het duurt voordat er iets fout gaat, nog steeds. Want ik heb dan een Parrot and Navi, zeg maar. Ik zit er ook in een groep. Maar als ik soms zie wat die mensen... Die bouwen dan bijvoorbeeld de controller om, zodat ze er kilometers ver mee kunnen vliegen, weet je wel. Maar dan gaan ze dus ook, bij wijze van spreken, kilometer de hoogte in. En dan gewoon totaal achterlijk. Van wat wil je nu, weet je wel. Wat is nou... Ga je wolken filmen met het risico dat je een vliegtuig naar beneden haalt. Van Google Earth erbij. Precies hetzelfde plaatje. Precies dezelfde kwaliteit. Zit er helemaal geen fun? Wat ga je schieten van een kilometer hoogte? Zodat je het dan op Facebook kan posten, zo van, kijk mij even... The sky is the limit, boy. Hey, en misschien om een beetje af te sluiten. Ik denk dat er... Heb je nog tips en tricks eventueel voor mensen die kijken of startende filmmakers? Jawel. Ik ben bij mijn eerste baantjes binnen de video... was ik altijd de enige videoguy. Dus ik had eigenlijk niemand direct naast me die het mij leerde. Ik moest het alsnog van YouTube en zo halen. Ik denk dat wel een tip zou zijn... Dat als je voor een baas gaat werken, doe dat dan binnen een bedrijf die gewoon echt specialisten in dienst heeft. Waar je echt gewoon goed van kan leren. Heb jij dus altijd ook een mentor gehad waar je dingen aan hebt kunnen vragen? Of? Nee, niet echt. Een van mijn beste vrienden zat al in de video, dus ik kon daar altijd wel bij terecht. Anders niet. Nee. En ik denk dat ook... Zo'n werkplek als dat ik nu heb, dat heeft ook gewoon heel veel waarde. Ja. Gewoon veel videogasten, veel collega's om je heen. Dat helpt je sowieso. Ja, ik kan me goed voorstellen. Vind ik een mooie laatste... Super man. Ja. Thanks voor je komst. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Voor de mensen die hebben gekeken of geluisterd, hartstikke bedankt voor het checken van deze episode. Binnenkort komen we terug met nummer 3. Yes, bye.